Vandecaveye tegen de Britse Cheryle Peel dus een kamp voor de halve finale van zondag. Peel won vorig jaar het toernooi van Den Bosch en Vandecaveye start moeilijk. Peel brengt haar een paar keer in uit evenwicht. Maar Vandecaveye ontsnapt aan een tegenscore. Toch even een bang moment. Maar Vandecaveye neemt nog voor halfweg een voorsprong. Ze gooit Peel en krijgt er een yuko voor. Vandecaveye, opdracht volbracht. Opdracht volbracht. Het waren twee lastige klanten. Maar ik denk dat mijn eerste wedstrijd heb ik tactisch afgewerkt. Mijn tweede wedstrijd, ja, ik kende ze, het is een ambetante. Zo'n beetje straatvechten. Koppelke eronder, weglopen uit de kumikata. Normaal gezien wordt dat bestraft. Maar precies, de arbiters slapen, maar ja. Fijn. Je bent in het begin ook een paar keer in gevaar geweest, hè? Ja, de eerste minuut van elke wedstrijd heb ik het soms moeilijk. Maar we vechten min of meer dezelfde stijl. Maar ik opener, offensiever, zij meer. Typisch Brits, dat is zo. Enfin, het is geen slechte, ze heeft al een goed parcours afgelegd dit jaar. Maar het belangrijkste was dat ik in de halve finale zat. En zondag begint het grote werk, dus zondag moeten we vechten voor de medailles. En dan hoop ik opnieuw hetzelfde parcours af te leggen zoals vandaag. Dus 2 maal winst is goud dan.